Meneer, Ja. daar stond daar met behulp van, zeg maar, die vervalreactie. Maar als je dat dan dus niet doet, dan krijg je, dan is het niet dat je minder punten krijgt omdat je dat niet hebt gedaan, toch? Of wel? Nou, als je het zo letterlijk leest, de vervalreactie. Er wordt niet gezegd dat je de reactie op moet schrijven, maar het gaat er uiteindelijk om dat je wel een antwoord formuleert op basis van de reactieproducten. En dat hebben wij gebruikt met die hebben wij gebruikt, hè, de producten met tabel 25. Ja, ik zou dan nog even moeten kijken in het officiële correctievoorschrift, maar ons antwoord is goed genoeg hoor, volgens mij. Ja? Oké, dan gaan we door naar de volgende vraag. Voor de activiteit van radium 226 geldt een formule 0,693 delen door halveringstijd keer het aantal kernen N. En op basis van hoeveelheid stof kun jij uitrekenen wat de activiteit is. En wat betekent de activiteit ook alweer? Dat is het aantal kernen wat vervalt in 1 seconde. Dan staat hier nog hoe je dat moet invullen. A is de activiteit op een bepaald tijdstip in becquerel. Oké. Halveringstijd van radium-226 in seconden invullen. Oké. En is het aantal kernen van de radium-226 op dat gevraagde tijdstip. Juist. Nou, deze formule hebben we vorige week ook al gezien bij een eerdere oefening. Gaan we naar de vraag kijken. De activiteit van het radium-226 in het badzout was 1,6 keer 10 tot de vijfde becquerel. Oké, dus dat betekent dat in 1 seconde er 1,6 keer 10 tot de vijfde radiumkernen aan het vervallen waren. Hoeveel microgram radium-226 is dat nu? 4 punten waard. Dus daar moeten best wel wat rekenstappen gemaakt worden. Dus ik wil weten hoeveel microgram radium in dat potje zat. Als de activiteit van dat potje die 1,6 keer 10 tot de vijfde was. Oké, dan ga ik eventjes wat gegevens in mijn presentatiescherm knippen en dan kunnen we vanuit daar verder werken. Zo, ik switch nu even over naar mijn presentatiescherm. Zo, daar is die. Nou, het is duidelijk dat we op de plek van A dat getal van 10 tot de vijfde moeten invullen. Het is ook wel duidelijk dat we de halveringstijd nodig hebben. Wat kan mij die formule dan opleveren? Malika, wat denk jij? Je wilt de N weten, toch? Inderdaad, ik ken A, ik ken T halveringstijd. Dus formule levert mij N op. Dat is wat we gaan doen. Want als ik weet hoeveel kernen er zijn, ja, dan kan ik ook wel uitrekenen hoeveel gram zij samen waard zijn in massa. Maar dat is een tweede stap. Ik ga die formule nu gebruiken om N op te lossen. Dan zullen we de halveringstijd van radium-226 moeten opzoeken. En dan, ja, wat zien we daar dan staan? Roosnie, wat zie jij daar staan? 1,60 keer 10 tot de 3 jaar. Jaar, inderdaad. Die I staat voor jaar. En, dankjewel. 1,6 keer 10 tot de derde jaar. Nou, en dan zien wij in de beschrijving van de formule dat dat in seconden moet. Per seconde. Goed. Dan geef ik jullie nu eventjes een paar minuutjes tijd. Ik denk dat je, nou,
2 minuutjes bezig bent, verwacht ik om N te vinden. Ja, dat is nu even de opdracht aan iedereen om de formule in te vullen, om de omrekening van jaar naar seconde ook uit te voeren, de formule goed om te bouwen en om N uit te rekenen. Ja, daar ligt nu onze opdracht. Ja, krijgen jullie even wat tijd voor mij om dat zelf te proberen uit te rekenen. Oké, jongens, ik denk dat N nu wel bekend moet zijn bij de meesten. Laten we eens beginnen. Hier, oh, er gaat een handje op van Helen, omdat je wil aangeven dat je klaar bent. Nee, geen per ongeluk. Oh, per ongeluk, oké. Goed, jongens, gaan we kijken naar de verschillende stappen. Wil ik graag van Dani horen. Hoe heb jij de omrekening van jaar naar seconde uitgevoerd? Ik heb alles als eerste keer 365 gedaan. Dus ja. Dat 1,60 keer 10 tot nog 3 keer 365. Ja. Daarna keer 24. Ja. Keer 60 keer 60 of keer 3600 gelijk. Heel goed. Wat is je einduitkomst dan? Even kijken. 5,045 keer 10 tot de tiende. 5, wacht even. 5,0. Ik maak er even. Ik kan gelijk. 5,05 zei jij, hè? Zo. 5,04 eigenlijk. Ja. 045 zei je toch? Ja, 045. Dus dan wordt het 05. Als ik op 3 significant wil doen, dan is het dit. En dan welke 10 macht zei je nou? Keer 10 tot de macht 10. 10. Oké. Zoveel seconden. Even kijken hoor. Joël, had jij dit ook gevonden? Voordat we doorgaan. Ja. Ja, even een check tussendoor, anders gaan we met foute informatie door. Oké, ja, en dan is het gewoon een kwestie van invullen, deze waarde. Dan is het 0,693 delen door 5,05 keer 10 tot de tiende. Als jij je 10 machten helemaal 1 voor 1 intikt in de rekenmachine, let alsjeblieft op de haakjes na de deling. Anders gaat dat verkeerd namelijk. Dan staat er bij je N een nieuw getalletje. Dat is 1,317 min 11. Dus links blijft even zo staan.
1,37 10 tot de min 11e. Dat is keer n. En dan kun je n uitrekenen als deelsom. Dan hoop ik dat jij deze deelsom maakt. Het getal bij jouw onbekende n, die zet je in de deling. Zo. En er komt eruit 1,17 keer 10 tot de 16e. En wat is de betekenis van dit getal? Het aantal kernen van de radium 226. Oké, dat is nog niet antwoord op de vraag. Hoeveel massa hebben deze bij elkaar? Hoeveel massa? Dat is onze vraag. En dan moeten we het straks ook nog omzetten in microgram. Maar dat komt straks wel. Oké. Hoe pak je zoiets aan? Galit, heb jij een idee? Ik of die andere? Wat zeg je, Galit? Ik of die andere Galit? Nou, er is maar één Galit aanwezig nu. Ibrahim, die zit in een herkansing. Nou maar. Oké, ik zou zeggen, bij elkaar optellen, toch? Wat ga ik optellen? Massa van die kernen. Ja, hoeveel kernen? Nou, heel veel kernen. Maar hoeveel is de massa van één kern eigenlijk? Kun je me dat vertellen? Kan je het dan niet opzoeken in PINAS? Ik zie het daar staan. Het zit in de naam namelijk. 226. Ja, in welke eenheid is dat? Natuurlijk niet kilogram, hè? Daar kan niet voor een atoom. In welke eenheid is dat? U, toch? U, inderdaad. En nu gaan we BINAS pakken. Weet je ook waar? Ik moet weten, wat is een U in kilogram waard? Weet je waar dat staat? Nee. Roep maar, ik hoop dat iemand in de klas... Tabel 7. Ja, 7b, goed zo. Tabel 7b, daar staat de U-waarde. Galit, kijk maar mee. 1 U, de bovenste rij. Atomaire massa-eenheid U. En dan ga je kijken in de kolom waar kilogram boven staat. Welk getalletje zie je staan? 1,660538 keer 10 tot de macht negatief 27. Goed. Dat is hem. Dus dat gaan we nu uitvoeren. 226 keer 1,66 min 27. Daar komt uit 3,75. 3,75 10 tot de min 25ste. Nou, waarom kom ik niet uit die exponent? Is dat raar? Jo, de microfoon staat nog aan, Galit, denk ik. Zo. Oké, dit is één kern, jongens. Maar we hebben heel veel kernen bij elkaar. Dus wat ga ik doen? Deze natuurlijk vermenigvuldigen. Dit. Daar komt wat uit. Dat kun je gewoon uitrekenen. Daar komt uit 4,4 10 min 9. Oké. Nou, in principe is de vraag nu wel beantwoord, hè? Ik weet nu dat er zoveel kilogram radon 226 in het potje zit. Ja, hier is mijn antwoord. Maar, dan willen die examenmakers toch nog weten,
Kun jij dit omrekenen naar microgram? Ja. En ik kan me nog herinneren dat toch een paar mensen hier hun punten, nou hun vierde punt hebben verloren. Dat is jammer. Ik wil graag dat je zelf ook ontdekt of jij dit foutloos kan. Ja, dus voor iedereen nu deze opdracht. Wat hier nu in het rood staat weergegeven. 4,4 keer 10 tot de min 9e kilogram radon 226. Hoeveel microgram is dit? Reken maar uit. En maak eventueel gebruik van Binas tabel 2. Nou, dat zou ongeveer zoveel tijd moeten gaan kosten. Ik ben benieuwd. Sedat, wat heb jij gevonden? Hoe zou je dit moeten gaan aanpakken? Nee, ik heb mijn Binas niet gevonden. Je hebt je Binas niet? Dat is niet handig in dit hoofdstuk, zonder Binas werken. Als ik je nu vertel dat Binas tabel 2 dit vertelt aan ons. Nee, ik word dus uit uw vergadering gegooid. Je wordt uit de vergadering gegooid? Ik zie jou steeds online hoor, met groen. Ja, ik ben twee keer gegooid, ik ben weer opnieuw gekomen. Zeg maar. Je hebt wel gezien met welke opdrachten we nu bezig zijn, deze hier. Dit willen we naar microgram omrekenen. Dit getal 4,4 keer 10 tot de min 9e kilogram. Hoeveel microgram is dat? Dan weet ik dat micro 10 tot de min 6e is. En hoe nu verder? 1 kilogram is 1 boeien microgram, toch? Een kilogram is, wat zei je, 1 miljoen microgram? 10 tot de 9. Ik weet niet zo goed wat je nu zegt tegen mij. Dit is wat je net zei. Nee, 1 biljoen. 1 biljoen, oké. Okay. Kun je dat met een 10 macht vertellen? 10 tot de 9e. Ja. Oké. Dat klopt. Nou, hoe vermenigvuldig je dat gewoon? 4,4 keer 10 tot de 9e, zeg maar. 1 biljoen gewoon. Oké. Dus dan zeg je dit. En dat. Dit vermenigvuldigen. Ja. En dan krijg je 4,4 microgram. Nou, je doet het helemaal goed, maar ik vraag me af of dit voor andere mensen een duidelijk verhaal is. Maar je doet het goed hoor. Trouwens, dit spreek je uit als 1 miljard, niet biljoen. Na 1 miljoen komt 1 miljard. Ja? Ik zal het eventjes uitwerken. Voor mensen die dit een beetje lastig vonden. Maar nogmaals, dit was goed hoor. Als ik dit heb in kilogram. Als ik dit nou keer 1000 doe, krijg ik toch mijn aantal grammen. Hè?
dit keer 1000 doet, dan ga je dit zien op je rekenmachine. Oké. Okay. Als je dit nog een keer 1000 doet, dan krijg je je milligram. En die 10 macht die wordt dan 10 tot de min derde. Dan moet ik het nog een keer doen, want gram naar microgram is delen door 1 miljoen, zoals Binas 2 heeft verteld. Maar ik heb nu van gram naar milligram gedaan, dat is een duizendste. Dus ik moet nog een keertje doen, een stap van 1000. Ja, dan verdwijnt die 10 tot de min derde, dan is het... Is dit mijn antwoord? Ja. Oké. Okay. Maar je snapt nu misschien wel dat voor sommige mensen dit het vierde punt heeft gekost in dat examen. Want het is toch wel even gepuzzeld met al die 10 machten. Zijn er vragen, jongens, van jullie kant over vraag 2? Geen vragen? Oké. Okay. Dan gaan wij naar de volgende vraag. Zo. Lees maar mee. Hier zie je in de figuur de persoon in het bad zitten. En dat bad is afgesloten met een zeiltje. De nek steekt er doorheen. En al die dampen die komen in dit apparaat. En die worden door die buis door de patiënt ingeademd. Dus er vliegt geen radioactieve stof de ruimte in. Alles blijft hier onder dat zeil. En dat zuig je als het ware op door die buis. Oké. Okay. Dat radiumzout zit in het bad en dat vervalt dus via alfa en gamma verval, hebben we net gehoord. Ik had net die vervalreactie ook opgesteld. En dan zien we dat er dit ontstaat. Radon. En dat wordt opgezogen. Dat wordt hier ook gezegd. Via de buis kon het radongas dat bij het verval van radium was ontstaan worden ingeademd. Het radongas vervalt zelf ook weer in de longen. En de vervalproducten komen zo in het bloed en bij de organen terecht. Oké. Okay. Op de uitwerkbijlage is een deel van de vervalreeks van radon 222 gegeven. Is het radon 222? Even checken. Ja, dat zien we hier in onze eigen vervalreactie ook. Radon 222. In deze reeks ontbreken twee vervalreacties. Vul de figuur op de uitwerkbijlage aan, zodat de vervalreeks compleet is. 4 punten waard. Oké. Okay. Dan ga ik je dat laten zien. Wat was die uitwerkbijlage dan? Het zag er als volgt uit. Kijk maar eens mee. Hier is dat radon 222. Dat is dat gas wat je hebt ingeademd en dat zit nu in de longen. Dan vervalt dat zelf op zijn beurt. En dan wordt er gezegd, dat gaan we niet helemaal na, maar dat kan je gewoon via Binas zelf ook bepalen. Dat er een alfa deeltje in de vorm van heliumkern opgeschreven uitkomt. En dan blijft er polonium 218 over. Oké. Okay. Polonium is zelf ook nog steeds niet stabiel. Is zelf ook weer een alfastraler. Dat schiet er dan uit. En polonium transformeert dan tot lood 214. Oké. Okay. En dan. Lood 214 is zelf een beta-minstraler. Dat herken ik aan deze notatie. Alleen de beta is nu opgeschreven als E, als elektron. Nou, dat lood dat transformeert dan tot een andere stof, Bi, bismut is dat, bismut 214. Oké. Okay. En dan is het nu aan ons om de linkerkant en de rechterkant te completeren voor 4 punten.
En je ziet dat de linkerkant tot load 210 uitkomt. En de rechterkant komt ook uit op load 210. En dan wordt er gezegd, dit heeft een zeer lage activiteit. Oftewel, dit is stabiel. Goed, dan is voor jullie nu deze opdracht om dat schema hier, dit af te maken. Dus zoek BINAS erbij. En dan starten we dus met bismut. Nou, makkelijk op te zoeken via atoomnummer 83. En voor de mensen die geen BINAS hebben, als je bismut 214 opzoekt in BINAS, dan zie jij dat het op twee manieren kan vervallen. Eén manier is beta-min, de ander is alpha. Dus noteer dat maar even voor jezelf als je geen BINAS hebt. Vanuit bismut 214 kun je zeggen of het vervalt via beta-min of het vervalt via alpha. Oké, en dan mogen jullie nu eventjes aan de slag. En dan zie ik jullie over een paar minuutjes weer. Als je klaar bent, wil je dan alsjeblieft je handje opsteken. Dan weet ik wanneer ik weer kan beginnen. Siam en Camille hebben hun handje al omhoog. Betekent dat dat jullie klaar zijn? Ja, ik deed het al terwijl u het uitlegde. Oké. Nou, heel goed. Riley is ook al klaar. Nou, fijn om te zien dat het voor sommige mensen heel soepel gaat. Ja, we hebben het zo vaak geoefend, hè? Opstellen van vervalreacties. Juist, kijk, netjes. Dus straks in het examen zijn dat allemaal mooie, echt letterlijke cadeaupuntjes voor jullie. Opstellen van een vervalreactie. Heel goed om te zien. Maar ik geef nog eventjes... Nog even de tijd om het af te maken. Ja, er komen steeds meer mensen bij. Goed zo. Oké, nou, laten we maar eens beginnen, want een beetje de hele klas is praktisch klaar. Nou, de handjes kunnen weer weg hoor. Ik ben benieuwd hoe goed dat is gegaan. Helen, jij was een van de eerste. Kun je mij vertellen? Ben je met de beta of met de alfa begonnen? Beta. Met de beta. Heb je die links of rechts neergezet? Rechts. Aan de rechterkant. Oké. Nou, hoe heb je beta opgeschreven? Onder 1 min en dan boven 0. Oh. Wacht even. Onder min 1 en boven 0. En dat is dan beta deeltje. Ja, en dat zet ik hierin. En wat is er dan overgebleven in dat vierkantje? Volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan, maar ik heb daarboven 83. Boven? Onder? Ik bedoel onder 83 en boven 215. Maar dan heb je waarschijnlijk je nulletje eentje verkeerd. Ik heb het omgekeerd gedaan, per ongeluk. Doe maar nu live, want je kunt het misschien ook zo. Wat is de bovenkant? Die is de makkelijkste. 214. Die blijft 214, goed zo. Oh. En wat is de onderste dan? 84. 84, juist. Netjes.
En welk element is dat dan? PO. PO, polonium 214. Mm-hmm. En dan kunnen we even checken of dat met helium vervalt tot de gegeven lood. Nou, 214, 4 af is 210. 84, 2 af is 82. Dus de rechterkant die klopt. Helemaal goed gedaan. Joël, mag ik van jou de linkerkant horen? Ja, ik had geen binas, maar... Maar ik heb het gewoon. Het is of beta of alfa, dus dan heb jij de alfa ook. Ja, klopt. Schrijf je alfa op. 4 boven en 2 beneden. Ja, zo. Dan zet ik die eventjes hierin. En wat gaat er dan in het hokje ontstaan? Ja, en in dat hokje komt er dan beneden, komt er 81. En boven? En boven, dan doe je 210. Wat is nummertje 81? En ik heb daar geen binas. Oh ja. Maar dat kan iemand wel zeggen. TL. Ik weet niet wat dat is. TL. Theoretische leerweg, meneer. Theoretische leerweg, ja. Ik weet niet welk element TL is, maar dit is hem. Even checken of dat met de volgende stap gaat kloppen. 210 met 0 blijft 210. 81 is 82 met 1 af. Ja, klopt. Jongens, we hebben hier 4 punten verdiend. Dat is toch eigenlijk niet te geloven, hè? Meneer. Met welk gemak dat gaat. Ja, er is een vraag. In plaats van bij bijvoorbeeld alfa, kan je dan ook helium zetten, omdat het ook wordt gebruikt? Ja, want dat doen zij zelf ook, hè? Maar dat is jouw keuze, inderdaad. Je mag op de plek van A helium opschrijven. Je mag op de plek van beta ook E opschrijven. Geen enkel probleem. Dat is gewoon een andere notatie. Zijn er nog meer vragen? Nee, geen andere vragen. Oké. Okay. Dan gaan we door. Dan zal ik weer eventjes wat tekst gaan knippen voor jullie. Oh, dat is niet zo mooi geknipt. Ik ga het even wat... Nou. Even nog een keertje knippen hoor, want het is een beetje vaag. Dat is beter. Oké. Okay. Nou, er komt hier wel een flinke rekensom aan. Daar ga ik nu alvast even voor waarschuwen. Een 5-puntsvraag, jongens. Vanuit het radium ontstaan 1,6 keer 10 tot de vijfde radonatomen per seconde. Nou, dat weten wij. Want die activiteit met die formule om N te vinden, daar hebben wij al mee gerekend. De activiteit was 1,6 keer 10 tot de vijfde becquerel. Dat betekent dat er per seconde 1,5 keer 10 tot de vijfde radiumkernen vervallen. Maar ik kan het ook anders zeggen. Er ontstaan per seconde 1,6 keer 10 tot de vijfde radonatomen. Dat is dat vervalproduct. De activiteit hiervan is constant tijdens het nemen van een bad. Okay. Er komt 25% terecht in het lichaam van het radongas. De rest die je lekt dan toch blijkbaar weg van onder dat zeil vandaan. Maar 25% van al deze kernen die ontstaan van radon, die komen wel in het lichaam. Oké, dan gaan we doorlezen. De energie van het alfa-verval van radon wordt geabsorbeerd door het lichaam. En dan absorbeer je 24,7 mega-elektronvolt van zo'n alfa-deeltje. Dat wordt door het lichaam aan stralingsenergie geabsorbeerd. Maar we wisten ook dat het kan vervallen via beta-min-verval. En dan wordt er hier gezegd
dat je ook nog energie absorbeert van beta-minstraling. 5,75 mega-elektrovolt per beta-deeltje absorbeer je ook nog. En dan wordt er hier gezegd, de activiteit van de alfa- en de beta-minstraling is gelijk. Oké. Okay. Een hele hoop informatie. We moeten even de tijd nemen om dat goed in ons hoofd te zetten, want hier nu allemaal staat. 25% van de 1,6 keer 10 tot de vijfde, dat is het aantal radonatomen wat in je lichaam gaat vervallen, volgens of alfa of beta min. Ja? Dat is een getal wat we willen gaan uitrekenen straks, die 25% van dat getal. Dan wordt er gezegd, van dat aantal wat in je longen terechtkomt, zoveel per seconde, dat is een alfa deeltje, maar dat is ook een beta deeltje, hetzelfde aantal. En per stuk dragen ze wel een verschillende energie met zich mee. Oké, goed. Dan krijgen we hier een formule voor de effectieve totale lichaamsdosis. H geldt, H is E gedeeld door M gedeeld keer WR. Nou, de WR kennen wij. Dat was de weegfactor voor stralingssoort. In tabel 27D3 stond 20 voor alfa en 1 voor beta min, maar in deze examensom vertellen ze ons dat. In deze examensom negeren ze ook de weegfactor voor de organen, de WT. Dus daar hoeven we niet mee te gaan rekenen. De energie in joule, de massa in kilogram. En dan rolt daar de H in sievert uit. Oké. Veronderstel dat iemand van 80 kilogram gedurende 45 minuten in zo'n bad zit. Oké. Nou, die 80 kilogram, dat is de massa die de stralingsenergie absorbeert. Dus dat wordt de M van de formule. De WER is 20, of die WER is 1. En dan gedurende 45 minuten in een bad. Oké. Hoe vaak kan deze persoon nu in een bad zitten? Totdat je de limiet hebt overschreden. Tabel 27D2, daar staat de limiet en dat was 1 millisievert. Goed, nou, deze opgave die wil ik echt voor jou zelf reserveren om uit te proberen. Dus ik wil hem niet te snel voordoen. Maar het is wel een flinke som en ik denk dat je daar wel wat hulp bij kunt gebruiken. Dus wat ik heb gedaan, is het volgende. Ik switch weer eventjes naar het werkblad. En dan vind je op de laatste pagina, zoals je kan lezen hier, een stappenplan bij opgave 4, die vijfpuntsvraag. Ik heb het zo overzichtelijk mogelijk in onderdelen gemarkeerd voor jullie, zodat je uiteindelijk op een aantal baden komt. Laten we even samen door dat stappenplan gaan en dan sluiten we de les af. Dus 1,6 keer 10 tot de vijfde radonkernen per seconde. Nou, dan willen we de 50% van dat getal uitrekenen. Ja? Wij weten dat dit per seconde is wat in het lichaam komt. Maar er wordt gezegd dat de tijdsduur van één bad nemen 45 minuten is. Dus je kunt hier op deze lijn uitrekenen hoeveel radonkernen worden nou in totaal ingeademd in de tijd van één bad. In die 45 minuten. Oké, dat sluiten we nu eventjes af. We gaan naar het volgende kijken. Als één radonkern vervalt, dan krijg je een alfa deeltje, een beta min deeltje terug. Dus hoeveel alfa deeltjes komen nu in het lichaam terecht tijdens het nemen van één bad? Hoeveel beta min deeltjes? Nou, er werd in de tekst gezegd dat de activiteit van die twee stralingen alfa beta gelijk is. Dus hier staan natuurlijk gewoon dezelfde getallen. En één radon levert één alfa en een beta op.
Dus eigenlijk dit getal hier. Kun je gewoon hier herhalen. Oké, okay. Die twee getallen heb ik nu. Dan gaan we nu die twee getalletjes van aantal deeltjes combineren met hoeveel energie is dat dan wat je in je lichaam krijgt tijdens 1 watt. En dan heb ik hier die getalletjes gehaald zoals je ziet. Die in de tekst stonden. De energie van een alfa en van een beta-min deeltje. En als je weet hoeveel je van die deeltjes inademt, dan weet je ook hoeveel joule je binnenkrijgt van die beide deeltjes. Oké. Dan ga ik naar de H voor de alfa deeltjes. Ik ga gewoon die formule invullen. Ik ga dan ook naar de H voor de beta-min deeltjes. Dan heb ik een nieuw getal. En wat is dan de totale H? Ja, dat is gewoon optellen. Maar aan de sieverts heb ik nog niet zoveel. Ik heb de millisieverts nodig. Dus daar vindt nog geen rekenstap plaats hier. Want de limieten die zijn toegestaan, die zijn uitgedrukt in millisievert. Die zoek je hier op in tabel 27D2. En dan weet jij hoeveel baden je kunt nemen totdat je op de limiet zit. Ja, dat is het stappenplan. Dus deze opdracht die wil ik voor jullie zelf bewaren. Dus pak hem nog een keertje erbij. We gaan zo meteen de les afsluiten. En ja, als je wil weten of je dat goed hebt aangepakt, ja, dan zie ik graag je uitwerkingen via een chat. En dan kan ik je feedback geven.